Yo mensen, welkom bij deze nieuwe vlog. Vandaag was een lekker drukke dag. We hebben weer lekker gesport en zelfs Lingi mee. Voor de rest hebben we weer knijterveel gelachen en heel veel meegemaakt. Ik hoop dat jullie van deze video gaan genieten. Veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren. We gaan en je hoeft maar gewoon 2 minuten te lopen. Ja. Het is gewoon in je achtertuin letterlijk. Efferent. Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Nee, die kwark is gewoon ontploft of zo. En ik zit niet in die groep, dus ja, je was gewoon mij vergeten. Het is dus wel echt super druk. Het is bijna even groot letterlijk als mijn hoofd. Een hele goede morgen jongens en meisjes, dames en heren. En welkom bij deze nieuwe vlog. Zoals jullie zien zit ik op de scooter en ik ben dus onderweg naar de sportschool. Het wordt vandaag echt super warm. Het wordt 33 graden, dus ik dacht laten we vroeg gaan. En voor de fans van Lin, niet getreurd. Lin is ook onderweg, maar ze ging nog eerst even langs de winkel. En ik dacht laat ik alvast de vlog beginnen, want als ik het zo meteen vergeet, dat is natuurlijk helemaal niet handig. Kijk dan jongens, dit is maar één van de weinige dagen dat het dit jaar waarschijnlijk nog zulk lekker weer is. Dus ik dacht, we gaan gewoon vroeg naar de sportschool. Het is vandaag maandag bij ons, nieuwe week, nieuwe kansen. Vroeg naar de sportschool en dan kunnen we daarna lekker naar het strand of naar het zwembad. We zien het wel. We hebben vandaag echt een hele drukke planning, dus ik ben benieuwd wat we vandaag allemaal weer gaan meemaken. Ik ga in ieder geval even snel naar de sportschool en dan hoop ik dat Lin ook opschiet. Want jongens, soms is het een beetje traag en duurt het allemaal langer dan verwacht, maar hopelijk schiet ze nu een beetje op. En kijk eens wie we daar hebben. Mevrouw is er ook weer bij. Ik ben er weer. We zijn lekker in de gym en het is dus helemaal stil en er is helemaal niemand. Echt super chill. Echt chill. Gewoon net alsof we een home gym hebben of zo. Gewoon een privé gym vandaag. Zorg ervoor dat dit je droom is. Een beetje vrouw, een beetje geld in je zak, voordat het allemaal gewoon is. Lekker sporten op de vroege ochtend. Ja, lekker, lekker. Het is een beetje warm hier. Ja, het is 33 graden buiten en wij zijn in de gym. Ja. Lin gaat even laat zien hoe goed ze ook is in push-ups. Dat kan ik niet. Je kan het niet eens normaal, moet je nagaan nu. Zeg maar op je knie. Kom on, man. Ja, je verpest het, hè? En we hebben even lekker gesport. Het was heerlijk om weer even lekker te sporten. Lang geleden. Ja, vond ik ook. We gaan morgenochtend gelijk weer en dan zitten we lekker in dat ritme. Ja. En nu is het tijd om naar het strand te gaan, want daar heb ik toch zin in. Gewoon heel de middag even lekker uitrusten en chillen. Ik heb zin om een duik te nemen, dat is niet normaal. Je bent helemaal rood ook. Maar voordat we naar het strand gaan, gaan we eerst nog even naar onze grote vrienden van Jumbo. Sterker, we zijn er al, want we gaan even kwark kopen. En dat, jongens en meisjes, dat is heel erg goed voor je spiertjes. Ja. Dus wil je nou even stoer en sterk en groot worden als Lin, koop dan kwark. Nee, even zonder grappen. Kwark is dus heel goed voor je spieren. Dus ik ga het even lekker kopen en dan gaan we snel door naar het strand. Het is zo'n lekker gevoel als we gewoon de eerste keer na een lange tijd weer hebben gesport. Ik voel nu gewoon heel mijn lichaam echt zo'n voldaan gevoel. Het plan was om alleen kwark te kopen en dan eindigen we toch weer met een Snicker en Oreo en Krusli. Want Krusli moest er sowieso bij. Maar ja, dan toch die dingetjes, ze leiden je toch weer af om het extra te kopen. Maar dit is ook gewoon jouw standaard routine. Wanneer jij hier bij de kassa staat, pak je uit dat iets uit het rek. En we zijn weer lekker thuis bij Lin. Ja. Wat er dus onderweg gebeurde, ik had die tas met alle spullen en zo erin, met van de boodschappen en zo. En daar zat ook mijn telefoon in en ik wou even een liedje doorspoelen. En ik voelde gewoon dat het helemaal nat was. Dus ik dacht, nee, die kwark is gewoon ontploft of zo. Hoe kan een kwark ontploffen in je tas? Dat kan toch überhaupt niet? Ik voelde gewoon iets nat, dus ik dacht gewoon niet per se ontploft of zo, maar dat hij gewoon zeg maar open was gegaan. Ja. En gelukkig was het alleen maar de vochtigheid. Maar wat, gewoon van die, omdat het koud was? Ja, omdat het koud natuurlijk was. En we gaan zo dus naar het strand en kijken wat ik hier zie liggen. Onze padelrackets. Dit was echt een hele hype. Die hadden we aan het begin van de zomervakantie gekocht. En toen daarna dacht Nederland, laten we even lekker slecht weer worden. Toen heeft het 3 weken lang geregend, dus hadden we helemaal geen tijd om te padellen en zo. Nee. En toen zijn we op vakantie gegaan. Oftewel, het is nu tijd om ze weer eens even voor de dag te brengen. We waren zo hyped voor deze rackets. We hadden deze helemaal gekocht en zo. In de eerste week hadden we gelijk 3, 4, 5 keer misschien dit gedaan. En nu is het echt weer 6 weken geleden. Ja. Dus we gaan het even meenemen naar de stad. Als het goed is, gaan we dus eten op het strand, Salim. Ja, als het goed is, nou dat gaat gebeuren. Gelukkig. Vertel maar eens even wat we gaan eten. We gaan friet en pizza eten. Het is maar net wat we willen, zeg maar. Deze meid. Ik kijk letterlijk op haar telefoon. We gaan dus op het strand eten. En ik zie die groepsapp zo van dat iedereen bestelt wat ze moeten eten. En ik zie gewoon bij haar staan. Oh, doe voor mij maar friet en saté. En voor de rest heeft ze helemaal niks gestuurd. En ik zit niet in die groep. Dus ja, je was gewoon mij vergeten. En het was omdat ik meekeek. Dacht je, oh. En toen ging ze opeens snel typen zo van, oh. En voor Wesley ook. Als ik niet had opgelet, had ik gewoon helemaal geen eten gehad. Dan mag je een vis vervangen uit de zee. Kijk eens aan, we zijn lekker in het strandhockey. Ja. Om maar 50 meter lopen van je huis als het niet meer is. Inderdaad. Het is zo chill. Zo chill, dat strandhockey is gewoon op 2 minuten lopen. Mensen gaan gewoon naar het strand, 3, 4 uur in de auto of 2 uur. En dan komen ze pas bij het strand. En mensen gaan gewoon een dagje weg om naar het strand te gaan en je hoeft maar gewoon 2 minuten te lopen. Ja. Het is gewoon in je achtertuin letterlijk. Efferent. Het is dus wel echt super druk.
echt heel druk en het is... Is het nou app als het water dichtbij? App of vloed, ik weet het niet. Maar het water is best dichtbij. Ja. Het is een beetje warm, hè, vrienden? Oké, we hebben net lekker gezwommen en zo. En de zee, het was best lekker op zich. Ja, inderdaad. Je moest wel echt even wennen, hoor. Ja, alleen onze haren en zo zijn helemaal opgedroogd, want het is opeens heel windig. Tenminste, de mijne dan, want die van Linde niet zo. Het valt bij mij wel mee, hè? Ja, natuurlijk ook wat meer haar. Ja. En zo, jongens en meisjes, zometeen komt het eten. Nou, eet smakelijk dan maar. En we hebben even lekker friet gegeten. Even lekker frietje, gewoon frietje van de snackbar. Ja. In Spanje en zo, dat kennen ze niet. In Spanje en Ibiza kennen ze dat helemaal niet. Gewoon echt friet van de snackbar. Ik zei nog tegen mijn ouders laatst, toevallig deze vakantie. Ja. Zo van, stel, je start gewoon een snackbar hier. Hoe goed zou dat gaan? Want mensen kennen niet... Tuurlijk, ze kennen wel friet en zo. Maar ze kennen niet echt het type alleen friet. Want het zit altijd gewoon ergens bij of zo, ja, weet je wel. Maar we hadden dus om 6:30 friet besteld. Ja. En het was er pas om 7:15. Het was zo druk op het strand. Stel, je moet gewoon 1 uur en 3 kwartier wachten op je friet. Toen waren we gewoon lekker op het strand aan het chillen en zo. Niks aan het handje. Opeens allemaal wolken. Terwijl toen ik tegen jullie zei, het is echt heel zonnig. Helemaal geen wolken aan de lucht. Opeens wind, wolken. It was not nice. Trends review, not nice. En voor de oplettende kijkers. Misschien weten jullie al waar we naartoe gaan. Maar het is tijd voor iets heel erg lekkers. Voor een ijsje natuurlijk. Dat is echt een tijdje geleden dat we ook een ijsshop hebben. Op vakantie hadden we maar 1 keer een ijsshop. En daarvoor was het echt een soort van gewoonte. Die gewoonte hebben we afgeleerd. Alleen om de gewoonte van ijsjes eten af te leren. Gaan we dat vieren door een ijsje te eten. Slim. Ik haat slippers dus echt om te lopen. En jij hebt mij gewoon geforceerd om met slippers te lopen. Ja, en dit is not nice. I don't feel this. Het is gek als je naar het strand gaat. Het is gek als je naar het strand gaat met schoenen. Ja. En sokken. Ik vind van die teenslippers dus echt gewoon totaal niet meer. Het is niet de wave, jongens. Is niet nice. En al dat zand dan tussen je tenen en zo is also not nice. Er staat een rij van hier tot Tokio. Ja, er staan echt, ik denk... 5 groepen voor ons of zo. Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Ik heb een lekker bolletje stracciatella en aardbei. En jongens, hoe zou dat smaken? Na een lange tijd. Na een lange tijd, ja. Hetzelfde als altijd, maar wel lekker. Die aardbei was zo lekker. Ik had hier echt zin. Dit is een dag, ik moet de krant bellen. Hoezo? Ja, je hebt voor het eerst niet van die rare smaken. Nou, dat klopt, ja. Dit is altijd van die rare smaken zoals, ja... Ja. Karamel, crunchy, huppelepup. En nu gewoon lekker standaard. Mm-hmm. Aan het eind van zo'n dag, dat het gewoon heel de dag warm is geweest. Lekker hebben gesport, lekker hebben gezwommen, lekker hebben gechilled. Het is echt gewoon zo chill om even lekker een ijs te eten. Ik vond het echt een geslaagde dag. Qua weer, qua sporten. Het weer was goed. Joepoe. Nee mensen, ik heb niet al heel de dag dit shirt aan. Ik had dit shirt gewoon aangedaan bij het sporten en daarna om mee naar het strand te nemen. Want ja, daar draag je toch maar heel even. Maar ik vind het shirt dus echt best nice. Het roze met het grijs vind ik echt leuke matchende kleuren. Ik heb deze echt 2 jaar geleden gekocht en gisteren vond ik hem weer in mijn kast. Soms heb je gewoon iets dat ligt dan in je kast en dan na een tijdje vind je het gewoon weer. Ja. Ik vind het altijd heel leuk als ik iets vind in mijn kast. Wat ik zeg maar echt heel erg leuk vind om te dragen. Alleen dat ik het gewoon of kwijt was, of de tijd niet heb gezien of gewoon niet meer wist dat ik het had. Ik ben dat zo vaak. Ja, ik vind het echt leuk altijd. En dan voelt het gewoon alsof je iets nieuws hebt. Ja. En we zijn wel lekker thuis. Het ijs was best lekker, alleen in sommige stukjes zaten een soort van ijs of zo. En dan neem je opeens zo hap, dat was echt niet lekker. Maar dat is dus wanneer je zeg maar die ijsschep niet goed afdroogt. Ja. Want dan wordt dus gewoon dat water waar je mee afspoelt. Bevroren. Gaat dus bevriezen. Jongens, dat is niet leeg. Wij zijn helemaal zanderig en zo. En als ik iets haat, dan is het wel zanderig zijn. Dus we gaan zanderig zijn. Dus we gaan even heel snel douchen. En daarna ga ik even wat aan jullie laten zien. Hé hey jongens, we hebben even lekker gedoucht en zo. En ik heb dus mijn sportshirtje aan. Want morgen moet ik dus weer voetbal trainen. En dat is lang geleden. Voor de vakantie had ik 1 training gehad. En toen was het echt heel zwaar. Dus ik ben benieuwd hoe het me morgen afgaat. En ik heb dus even lekker eten gemaakt. Ik ga dus ook weer aan sporten. En morgen staat het ook op de planning. Waarschijnlijk gaan we morgenochtend sporten. En morgenavond ga ik dan trainen. En kijk dit. En kijk, de lekkere maaltijd met Krusli en Quark. Ik vind dus van mezelf dat ik een beetje moet aankomen. Omdat ik best wel dun ben. En ik wil ook gewoon lekker sporten en zo. En dan heb je proteïne voor nodig. En meer calorieën dan je normaal eet. En hier zitten 1000 calorieën in, dus dit is een lekkere calorieoverschot. Toen ik echt veel sportte en zo, een tijd terug, toen werkte dit echt. Maar ik kon het gewoon niet lang volhouden. Dus ik hoop gewoon dat ik ook in mijn dagelijkse vlog als motivatie kan gebruiken dat ik het sport en zo langer volhoud. En toen had ik dit ook dus best vaak. Dus ik ben benieuwd hoe makkelijk ik het nu naar binnen ga werken. Want jongens, zoveel eten op de laatste avond kan nog wel eens pittig zijn. Laten we even lekker gaan eten. Hier, kijk hoe groot deze bak is. De bak is bijna even groot, letterlijk, als mijn hoofd. Jongens, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik heb het gewoon opgegeten. Niet in 1 keer, maar ik dacht, ik zet het even terug. En dan na 2-3 minuten, een tip van Flip. Als je echt genoeg hebt,
Laat het gewoon even 2 minuten staan en ga daarna door met eten. Dan zul je zien, er is weer plek in je maagje. En Lynn is super moe. Dus it's time to go to sleep. It's time to go to sleep, guys. Lynn is altijd de eerste die zegt, kom, we gaan slapen. Dus jongens, het is tijd om te gaan slapen. Vandaag vloggen, lastig. Ik had op het strand veel meer kunnen filmen. Alleen, ik had er gewoon niet echt aan gedacht. En waarom ook met Lynn haar familie, als we gewoon met andere mensen en zo zijn, vind ik het echt lastig om te filmen. Dus ik moet mezelf daar echt in verbeteren. Dus ik heb gewoon mijn best gedaan om daarna weer op te pakken. Ik hoop dat jullie alsnog lekker hebben genoten van deze vlog. Morgen ga ik gewoon nog iets beter mijn best doen. Ik heb vandaag opgeschreven wat ging er minder goed in het vloggen. Nou, ik had echt soms veel meer kunnen filmen. Misschien had ik in de sportschool wel kunnen filmen. Laat even weten wat voor content jullie sowieso nog willen zien. En dan gaan we morgen iets harder ons best doen om een leuke vlog te maken. Hoop dat jullie er alsnog van hebben genoten. Like, abonneer en tot morgen weer.